deze week in Paul. Dit zijn de Ford 7600 en de Ford 3000. Paul wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon, Huisman Gemert, Bouw in Vertrouwen en Bovikalk tegen melkziekte. Ze kunnen allebei gewoon normaal in dagelijks gebruik gebruikt worden. Ze zijn allebei nog actief. En verder strak van plaatwerk en hard. Dus prima om te gebruiken. Dit zijn de Ford 7600 en Ford 3000 van melkveehouder Artbert van Heerenbeek uit Oorschot. De 7600 is gebouwd in 1978 en heeft 105 pk. Hij gebruikt de trekker voor het maaien, schudden, harken, persen en voor het blootscheppen van de kuil. Dat is helemaal handig als er een laagje vorst in de grond zit. Uren staan totaal onbekend. Staat momenteel op 4000 uur. Ex-Frankrijk trekker, dus veel achterstallig onderhoud. Is ondertussen allemaal ingehaald en op orde gebracht. Levert ongeveer 105 pk. Is dat de mooiste trekker die u heeft? Ja, ik denk het wel. Ondanks de slechte lak, maar verder ja, geweldig. Prins heerlijk. De Ford 3000 wordt gebruikt voor het aandrukken van het voer. De Ford 3000 is de tweede in opvolging. Gevonden via een handelaar in het noorden van het land. Rechtstreeks vanuit Duitsland hier gekomen. Laten keuren en van kenteken voorzien. En dat is gewoon verzamelaars leuk objectje. Ja, want een Ford had u niet genoeg? Nee, ja, in verband met heup-rugklachten zocht ik iets om voer aan te schuiven. Dus ja, dan is dit wel leuk om te hebben. Van Heerenbeek is een echte Ford-liefhebber. We zijn gaan de wenkbrauw echt omhoog van de TW35 of de 8830. Dat zijn de laatste echte grote Ford. En ja. Wilt u die nog graag een keer? Waarschijnlijk wel. Maar? Portemonnee. Zit er nu nog niet in? Nee, momenteel niet. Dat is een droom. Ja, zal waarschijnlijk wel een keer uitkomen, maar. Het verlangen is meestal mooier dan het hebben. Dit zijn nou voor mij allebei twee enorme powertrekkers. Alleen voor de echte powerfans. Ga naar powershop.nl.